Nou, het is een vrij intensieve sport. Die bal die rolt echt ongelooflijk snel over het veld heen. Je staat over het algemeen in een gebogen houding. Dus je moet, het is moeilijker om ook contact te hebben met je teamgenoten. Dat is wel belangrijk. Maar in principe is dat natuurlijk een vrij onnatuurlijke houding. Dus het maakt het een moeilijkere sport om zomaar eventjes snel onder de knie te krijgen. Het is echt verschrikkelijk snel. Het is technisch, je mag maar met één kant van de stick spelen. Het is wel een hele leuke uitdagende sport. Waarom heb jij ervoor gekozen om op hockey te gaan? Nou, mijn vriendin zat op hockey. En ik ben meegegaan bij een soort van oefentraining. Een soort van meelooptrainingen. En dat vond ik wel heel leuk. En toen ben ik eigenlijk meteen er ook op gegaan, zeg maar. Ik vind dat hockey best wel echt een samenspel is. Dus dat je echt, als je alleen probeert te scoren, dat gaat niet lukken. Je moet echt van achter, moet je helemaal naar voren werken. Dus de achterpersoon heb je echt nodig om de bal naar voren te kunnen krijgen. Zou je zeggen dat het bij hockey belangrijker is om samen te werken dan bij een andere teamsport? Nou, bijvoorbeeld bij voetbal is ook erg belangrijk. Of bij een andere sport is ook best wel belangrijk. Maar bij hockey is het echt, als de ene niet meewerkt, dan gaat de bal zo snel mogelijk over de achterlijn. En omdat het best wel snel gaat, sneller dan bij andere sporten. Omdat een bal is kleiner en dan gaat veel sneller. Je hoeft elkaar alleen maar aan te kijken en dan gaat de andere al rennen. En dan weet je al van, oh, ik speel hem door. Want dan kan de bal veel sneller naar de andere kant komen en dan gaat het, ja. Dus je moet elkaar echt goed gaan aanvoelen bij deze sport. Ja, dat is het. En wat was voor jou de aanleiding om op hockey te gaan en niet bijvoorbeeld op een tennis of een voetbal? Wel, op de televisie zag ik een wedstrijd en toen was ik wel geïnteresseerd. En wat doe je om daar beter in te worden? Moet je met talent worden geboren of kan je de vaardigheid ook meesteren? Je kan de vaardigheid zeg maar ook gewoon meesteren. Als je er veel op gaat trainen en gewoon in je achtertuin bijvoorbeeld met tegen een muurtje aan gaat slaan, kan je wel beter worden. Zou je zeggen dat hockey een moeilijke sport is? Als je ermee gaat beginnen is het wel een pittig, ja. En hoe lang duurt het voordat je het een beetje onder de knie hebt? Dat ligt eraan. Het ligt echt aan de persoon hoe goed hij gemotiveerd is om de sport te doen. Het is meer een gezellige sport waar je veel vrienden aan overhoudt. Wat heb je nou gemerkt bij de kinderen? Dat ze voor hockey kiezen, daar waar ze misschien ook voor tennis of voetbal zouden kunnen kiezen. Wat is voor hun een reden naar jouw idee om toch voor hockey te kiezen? Ik denk toch een beetje de sfeer en de mentaliteit van de hockeymensen. Want je merkt wel degelijk bij elke sport dat er een andere soort van mentaliteit is. Ook qua publiek. En ik denk dat dat het is. Wat is dan die mentaliteit en die instelling die bij een hockeyclub hoort? Voor elkaar en met elkaar. Je probeert dat allemaal met z'n allen te doen. We hebben geen professionele bar. Je moet het allemaal met z'n allen doen. En dat geldt voor alles. Voor de trainingen, dat ik mensen heb die helpen trainen. Feestjes, dat mensen weer helpen. We doen het met elkaar. En dat is wel heel belangrijk. En zeker bij deze clubs, dat zo. Hockey, hockey, hockey! Bye.